Sinds 3 september volgt Brigitte Faber de Lange Jan van Baals op als nieuwe wethouder in de gemeente Overbetuwe. Ondanks dat het 2 verschillende personen zijn, willen ze allebei de mensen in hun gemeente tevreden houden. Nou, Jan van Baals heeft natuurlijk ontzettend veel betekend voor de gemeente Overbetuwe. En Jan is een heel ander mens dan ik ben. In zijn voetsporen denk ik dat je niet kan treden. Maar ik probeer wel, net als Jan, het maximale voor de gemeente Overbetuwe voor elkaar te krijgen. En dan hebben we ook de portefeuilleverdeling in het college anders gedaan. Dus de portefeuilles die Jan heeft zijn voor het grootste deel door mijn collega Wijnte Hol overgenomen. Wat ik in ieder geval heel erg belangrijk vind om met de besluiten die we als gemeente nemen ook heel nadrukkelijk rekening te houden met wat inwoners belangrijk vinden. Ja, en dat noemen we dan inwonersparticipatie. En dat is iets waar ik zelf heel erg op wil inzetten, dat we samen met inwoners de besluiten ook voorbereiden. Eigenlijk zijn heel veel dingen die je als docent bij een hogeschool doet vergelijkbaar. Want daar gaat het ook om heel goed weten waar het over gaat, om de kennis en om de communicatie, dus het overbrengen naar studenten. En daar is heel veel creativiteit voor nodig. Dus creativiteit, communicatie en kennis, die combinatie zie ik ook in het vak als wethouder dan weer terugkomen. Ik ben raadslid geweest van 2006 tot 2010 en daarvoor ook al een aantal jaren burgerraadslid. Dus ik was heel actief toen betrokken bij de plaatselijke politiek. Toen ben ik er een tijdje uitgestapt omdat mijn kinderen de middelbare schoolleeftijd kregen en dan wilde ik 's avonds niet meer zo vaak weg zijn. En het CDA heeft een vacature bekendgemaakt bij alle CDA-leden van: goh, is dit iets voor jou of ken je mensen voor wie deze rol goed zou zijn? En daar heb ik op gesolliciteerd, dus ik ben geselecteerd uit een aantal kandidaten. Ik woon in Elst al heel veel jaren, al meer dan 18 jaar woon ik met heel veel plezier in Elst. Dus, en ik vind het ook belangrijk voor een wethouder om echt een binding te hebben, echt te wonen in de gemeente waarvoor je dit kunt doen.